Yo, tof dat je kijkt naar de allereerste aflevering van het leren DJ'en. Mijn naam is Pequeno en ik ga jullie vandaag als eerste uitleggen hoe je de DJ-set aansluit, zodat je lekker kan gaan beginnen. Als eerste heb je natuurlijk, de meeste mensen beginnen met kleine boxjes, logisch. Dus wat je daarvoor nodig hebt, meestal krijg je dat bij de DJ-set die je koopt. Een tulpkabel, dat zijn die rood-witte kabels, die sluit je aan. 9 van de 10 keer hoef je je DJ-set niet mee te nemen, maar het is wel handig om deze kabels zelf ook mee te nemen voor als iemand wel grotere boxen heeft. Dat zijn dan de XLR-kabels, die kan je dan ook aansluiten op de boxen. Als je de DJ-set hebt aangedaan, gaan er allemaal lampjes branden en knipperen. Dat stelt in principe niks voor, dat is gewoon puur dat hij gaat opstarten. Op het moment dat hij aangaat, dan zie je op je schermpje de software die je gebruikt en het merk. Wij gebruiken Pioneer DJ en Recordbox. Recordbox is het meeste, echt het belangrijkste wat je nodig hebt om je tracks te kunnen sorteren. Als je de DJ-set hebt aangedaan, dan is het belangrijk dat je een koptelefoon hebt en 2 USB-sticks of 1 USB, dat is wat je zelf prettig vindt. Om te beginnen raad ik 2 USB's aan, omdat je dan toch het gevoel kan hebben dat je met 2 decks werkt, omdat je later in de clubs gaat draaien, je ook met 2 decks werkt en je altijd een reserve hebt. Je doet de USB-sticks erin. En dan krijg je meteen een schermpje van USB 1 en USB 2 beginnen te knipperen. Indien je op 2 grote spelers werkt, dan zie je dat meteen jouw USB-stick met jouw geladen tracks en playlists direct tevoorschijn komt. Wij werken hier met de XDJ-RR, maar meestal in de clubs gebruiken ze de Pioneer CDA 2000. Dit is dan een all-in-one versie, oftewel 2 decks op 1 kastje, om het zo te zeggen. In de clubs gebruiken ze gewoon allemaal losse dingen, een losse mixer, een losse speler, maar voor nu is dat niet relevant. Indien jij je USB-stick erin hebt gedaan, wat ik zeg, dan komt er een pop-up van een scherm van allemaal mapjes. Nou, dan is dat schrikken als je dat zo ziet. Nou, dan kies je de map, heb je daar alle tracks. Ga je eerst uitleggen wat al deze knopjes zijn. Je hebt bijvoorbeeld cue, play, tempo, master, etc. Sowieso het belangrijkste om geluid te krijgen is de master. En je master van je channels. Dat zijn de kanalen. Dus dit is dan deck 1, oftewel channel 1. Deze speler is channel 2, oftewel deck 2. Dan gebruik je meestal de cue en de play. De cue heet eigenlijk wachtrij. Als DJ kan je die een aantal keer inklikken voordat je gaat mixen, zodat je het tellen gaat leren. Tempo slider heb je. Je kan je tempo van je nummer wijzigen. Dus bijvoorbeeld speling is bijvoorbeeld 96 bpm, beats per minute heet dat. Maar die wil je bijvoorbeeld mixen met een nummer van 100 bpm. Bijvoorbeeld Yamilet. Wat je dan doet is dan slide je hem gewoon naar beneden of naar boven om het gelijk te maken. Dat ze allebei 100 zijn zodat je gewoon goed kan mixen. Zodat het niet het ene geluid sneller is dan het andere geluid. Wil je een microfoon aansluiten, heb je daar ook een aparte aansluiting voor. Die zit hier. En dan kan je ook gewoon met deze knopjes aan de zijkant kan je ook gewoon microfoon mee aankrijgen. Daarnaast heb je high, low en mid. Meestal wordt in de clubs de bas vooral gebruikt, oftewel de low. Indien jij bijvoorbeeld gaat mixen, wat er heel vaak gedaan wordt, is bijvoorbeeld meteen een switch maken. Dus van het geluid dat je wilt inmixen, gooi je in één keer een switch. En dan gooi je dat andere geluid gooi je uit, zodat je dat bouncy effect hebt. Daarnaast heb je op de DJ set een loop functie. Dat is dat jij je bepaalde puntjes in liedjes kan jij loopen. Dus dat bijvoorbeeld herhaald wordt. Dus bijvoorbeeld met het liedje van Yamilet kan je dat stukje boom 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 boom, kan je dat bijvoorbeeld live herhalen. Kan je ook zelf allemaal instellen hoe lang je dat wil doen, hoe je dat wil doen. En dan heb je nog hot cues, die zijn wel belangrijk als DJ, indien jij die zelf wilt gebruiken natuurlijk. Meestal wordt het altijd wel gebruikt door DJ's omdat dat bepaalde puntjes zijn in je liedje die je zelf kan instellen. En dat was eigenlijk een beetje de basis van hoe de DJ set werkt.